Hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe Gezouten Mening. Ik ben heel erg voorstander van de filosofie kwaliteit boven kwantiteit. Dat geeft mij ook een geldig excuus om soms 3 maanden lang geen filmpje te posten. Maar soms doet er zich een urgente situatie voor die ze in spannende films ook wel benoemen door te zeggen time is of the essence. Ik ben ongelooflijk veel getipt via mijn Instagram pagina. Daar heet ik Frietkoning. Ik zou het heel erg leuk vinden als je me daar volgt. 10 keren getipt door mensen die zeiden Mark, dit moet je testen en wel zo snel mogelijk de pizza Brabants worstenbroodje van de Jumbo. Ja, het is toch een beetje een opmerkelijke combinatie. Dan wil ik niet meteen oordelen. Iedereen heeft wel zo'n ding waar andere mensen je onbelachelijk maken, terwijl jij dat altijd toevoegt aan een bepaald gerecht wat jij zo ontzettend lekker vindt. Ik vind het leuk om even in de comments te horen wat is nou iets waar andere mensen jou altijd belachelijk om maken wat jij eet qua combinatie of wat jij toevoegt aan een specifiek gerecht. Ik zelf heb dat met een witte boterham, Saksische smeerworst erop en dan een beetje zo, alsof er een kleine kristalsneeuw naar beneden komt, een beetje suiker eroverheen. Mensen zeggen altijd dat ik gek ben, maar ja, weet je, sperrips, marinade wordt ook gewoon gemaakt van bruine suiker. Of macaroni met tomatensaus, maar dan is niet de dag van het maken, maar dat de dag daarna helemaal ingetrokken is. En dan daarnaast, niet erdoorheen, daarnaast, dat je het af en toe zo erbij kan scoopen, kalvee-mayonaise. Nou goed, als je uitgekotst bent, laat even weten in de comments wat is nou een gekke combinatie die jij vaak eet waarvan andere mensen zeggen huh? Nou moet ik zeggen dat ik eigenlijk helemaal geen voorkeur heb als het gaat om supermarkt. Maar puur omdat Jumbo de moeite heeft genomen om Max Verstappen te sponsoren, ik ben zelf een grote Formule 1 fan, wil ik nog wel eens zeggen, nou weet je wat, laten we gewoon naar de Jumbo gaan. Met die paar 3 euro kan Max Verstappen vast een leuk ventieltje kopen voor zijn nieuwe banden. Overigens een van de weinige sponsoren bij Max Verstappen met enige realiteitszin. Dat kunnen we niet over Red Bull zeggen. Of die hebben werkelijk geen enkel idee hoe het publiek naar hun drankje kijkt. Of ze hebben echt de beste marketingmanager van de wereld. Dan rijdt Max Verstappen de pitstraat in bij de trainingen. Dan kijkt hij even naar die grote monitor om de telemetrie te zien. En dan krijgt iedere coureur krijgt dan eventjes drinken voor zijn neus met zo'n rietje. En bij Red Bull dachten ze, hey, als we nou gewoon die waterfles gewoon beplakken met een Red Bull logo. En wedden dat er ergens een gozer in Nederland is geweest die al maandenlang kritiek van zijn vriendin krijgt omdat hij dagelijks 3 blikjes drinkt. Die zegt, kijk, zie je Max Verstappen drinkt het ook. De verpakking, de rauwe versie van de Brabantse jubileumeditie pizza worstenbroodje. Want Jumbo bestaat namelijk sinds 1921. En dus is het een jubileumjaar. En hoe kan je dat beter vieren door Brabants erfgoed op een pizza te donderen. Ik ben blij dat het geen Limburgse supermarkt is. Dan hadden we waarschijnlijk de Vlaai pizza gehad. Of een Amsterdamse supermarkt. Gewoon een pizza besmeurd met heel veel arrogantie. Nieuw, de Amsterdam pizza. Hij vertegenwoordigt letterlijk de ring van de A10. Val je al een stukje kaas te buiten, dan besta je niet meer voor ons. Dit is hem. Ik probeer hem een beetje recht te houden, dat niet alle mini worstenbroodjes naar één kant gaan. Er zit ook een zakje Hela kruidenketchup curry bij. Een van de wat meer gehoorde kritieken naar mijn frikandellenbroodje special toen ik mijn eigen frikandelbroodje probeerde te maken. Waarom gebruik jij Heinz curry, Mark? Alsof ik een echt soort van culinaire misdaad. Ja, dat is gewoon nostalgie voor mij. Vroeger had ik frikandel speciaal altijd met Heinz curry. Dan is het toch moeilijk om als volwassene 20 jaar later van merk te switchen als je zo vastgegroeid bent aan één specifieke smaak curry. Wat ik een beetje moeilijk vind in te schatten is, zijn dit echte Brabantse worstenbroodjes? Eigenlijk zou het ook een soort keurmerk moeten hebben, net als mayonaise. Mayonaise mag officieel geen mayonaise heten als het onder een bepaald percentage olie zit. Er zou een soort certificaat bij moeten zitten dat het officieel Brabants recept is, in Brabant is gemaakt en door een Brabander ambachtelijk gerold in een koude stalen ijzeren fabriek ergens in Eindhoven. Ik ga er ook echt helemaal geen smaakoordeel vellen, is dit echt worstenbroodje uit Brabant. De enige kennis die ik heb over Brabant komt van New Kids Turbo en Guus Meeuwis en New Kids Nitro. Ik weet 2009 calling, maar ik vind nog steeds New Kids Turbo een van de beste Nederlandse comedies ooit gemaakt. Met daarbij ook echt de beste filmscène in de Nederlandse filmgeschiedenis ooit. Die ene scène dat hij bezorger Nasty kon brengen en dat hij zijn hand ophoudt en dat ze bij hem zo, hier jongen, tientje. Goed gedaan jongen. Hier. Ja. 10 euro. Oké, bedankt. En wat ik al zei, alle andere info komt uit Guus Meeuwis teksten. Dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog licht. Ja, in een meth lab. Eigenlijk het enige zinnige wat ik over Brabant kan zeggen is, ga als je in Eindhoven bent naar Frituur Martin Zwerts. Ooit een keer naar een concert geweest van mijn favoriete band of all time, Bad Religion. In de FNR in Eindhoven, daarvoor moest ik even een frietje halen. En ik dacht, ja, dit wordt hem. Het zag er fantastisch uit. De rijen waren groot en lang en dik. En dat waren de frieten overigens ook. Worstenpizza, frikandellenpizza. Ik zweer dat je aan het eind van het jaar krijgt van Jumbo de oliebollenpizza. Sterker nog, toen ik werd getipt over deze pizza, kreeg ik van een anonieme Jumbo-medewerker geheime beelden die ze uit het experimentele lab hebben gesmokkeld van een pizza waar ze nu mee bezig zijn en waarschijnlijk over een maand uitkomt. De Jumbo pindakaas hagelslag mayonaise Starbucks GTA 5 pizza.
zo benieuwd. Jumbo natuurlijk ook bekend van de reclames met acteur Frank Lammers, waar iedereen helemaal idolaat van is, omdat hij in Undercover speelt. Nou, ik heb het 3 seconden geprobeerd en ik zie dan steeds gewoon een dikke man die in de supermarkt 12 pakken vla laat vallen en vervolgens op zijn flikker krijgt van zijn vrouw. En alsjeblieft, ga dan niet helemaal los in die comments met wowzers, Mark. Je moet zeker seizoen 1 kijken van Undercover. Het ziet eruit als een slechte kleepartij en ik vind dat als je als acteur een stemmetje moet opzetten, dan ben je eigenlijk niet geschikt voor de rol. Ik ben Ferry. Had jij dat geld? Had jij dat geld voor mij? Had jij, was aan die pillen? Weet je, dat vind ik ook zo vermoeiend aan de huidige Sinterklaas. Weet je, Bram, rest in Piet, die hoefde geen stem op te zetten. Je kon aan hem merken, het is wel een kindervriend, maar tegelijkertijd ook wel iemand met enige autoriteit. En die huidige Kees uit Vlodder. Zo, dat is een soort van running gag of zo. En dan gaat hij naar iedere zicht die. Oh, hartstikke leuk allemaal. Hij is €5. En deze hele pizza is 1200 calorieën. Waar gaan we hem op beoordelen? Ja, ik denk vooral past deze smakencombinatie bij elkaar. En de hamvraag ga ik over mijn nek. Ik ga hem nu in de oven doen. En hier is hij dan. Ik moet overigens wel zeggen, hij moest op 240 graden zijn 8 minuten. Dat heb ik heilig gedaan. Dan komt hij er toch nog uit en ik denk, oh, dat had misschien al 2 minuten korter gekund. Dus neem dat zeker mee als je hem thuis gaat bereiden. Hier is hij dan. Er zitten ook kleine spekjes op. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Het is gewoon een pizza margarita met worstenbroodjes erop gedonderd. Jumbo jubileum editie pizza worstenbroodje. Eerste hap. Wat ik heel grappig vind aan deze creatie is dat er zijn de laatste tijd wel belangengroepen die proberen dan supermarkten te cancelen door op social media te klagen dat de Turkse of de Surinaamse gerechten niet authentiek genoeg zijn. Terwijl ik heb nog geen één boze Italiaanse twitteraar gezien die klaagt over het feit dat wij worstenbroodjes op hun goddelijke creatie donderen. Eigenlijk zouden wij ook gewoon zieden moeten worden als we een of andere receptenvideo zien van iemand die een heel kruidenrek over de bloemkool gooit. Nee! Nederlands eten hoort flauw, suf en karakterloos te zijn. Pizza worstenbroodje van de Jumbo. Een 7,6. Aantal positieve dingen, aantal negatieve dingen. Positieve dingen. De smaak van een worstenbroodje op een pizza. Ik wist niet dat ik het nodig had in mijn leven, maar het klopt. En achteraf eigenlijk helemaal niet zo raar. Want als ik een pizza bestel bij Papa John's of New York Pizza of Domino's, een beetje van die fastfood pizza's, ga ik altijd voor de meat lovers of de all American meat of whatever. En dan kom je eigenlijk erachter dat het kruidige vlees in een worstenbroodje misschien nog wel het meeste weggeeft van een goede salsiccia-worst van de echte Italiaan. Ik zou haast willen zeggen, dat is misschien eigenlijk een beetje heiligschennis richting de fanatieke Brabanders, maar misschien is dat deeg eromheen helemaal niet nodig. En moet je dus een pizza beleggen met alleen de stukjes worst. De deegkorst van de pizza zelf is fijn, dun, lekker krokant. Precies zoals bij een pizza hoort. Aantal kanttekeningen. Er had iets meer kaas en tomatensaus op gemogen. De smaak van het worstenbroodje is nu echt heel erg aanwezig. Ook door het deeg van het worstenbroodje. Want als je nu een goede hap neemt, dan is het deeg op deeg. Daarnaast zijn er ook een aantal van die soort van bacon strips aan toegevoegd. Die maken bij sommige hap het geheel nog wat zouter. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want het worstenbroodje is hartstikke lekker gekruid. Jubileum editie van Jumbo pizza worstenbroodje. Beter dan Pizza Hawaii, obviously. Niet beter dan het consumeren van een heerlijk vers gebakken Brabants worstenbroodje. Ergens in een klein dorpje bij een bakker op het terras, terwijl je luistert naar Guus Meeuwis, kijkt naar de trailer van Undercover en met je vrienden herinneringen ophaalt wanneer jullie allemaal zo moesten lachen om de grappen van Frank Lammers in de Jumbo-reclame. Oké, wat moet ik de volgende keer recenseren? Laat even weten in de comments. Ik zag alweer dingen als een frikandel speciaal pizza. Ik zag een oranje kapsalon ook bij de Lidl. Een patatje speciaal chips. Of misschien is gewoon iets bij de grote keten zodat ik weer in de auto kan zitten. Laat het achter in de comments. Voor de rest alle standaard meuken als abonneren en duimpjes en zo. En ik heb nu dus ook, ja, echt super vet. Ik heb dus ontdekt hoe je een eindkaart maakt. Dus ergens om mij heen zweven nu linkjes naar hele andere leuke video's. Het zout is op Zouten.